Goedemorgen allemaal. Zijn we excited vandaag? Mijn vader was vroeger drugsdealer. Leed en veel agressie meegemaakt in mijn gezin. Zo ben ik eigenlijk ook opgegroeid. Uiteindelijk, ondanks mijn ouders wel gescheiden waren, vond ik toch wel dat ik fijne opvoeding heb gehad. Ik ben nooit tekort gekomen, maar het heeft me wel gevormd tot de persoon die ik vandaag ben. Groeide ik eigenlijk op tot mijn puberteit altijd in die agressie. En uiteindelijk werd ik ook agressief, maar niet zozeer dat ik onschuldige mensen ging lastigvallen, maar dat ik het wel ging opzoeken. En vroeger had je eigenlijk een leesblad en dan was het een leesblad Panorama, waar ik op een gegeven moment ook een gedeelte van de F-site zag, een interview. Die ging dus gaan lezen, daar was ik heel erg geïnteresseerd in. En op een gegeven moment ben ik gewoon eerst naar wedstrijden van Twente gegaan. En uiteindelijk, weet ik niet hoe het kwam, maar was er iemand ook aanwezig die bij de harde kern van Ajax zat. En zo met jonge leeftijd, ik was iets van 17, 18 jaar, ben ik daar in binnengeslopen, om het zo te zeggen. En het is altijd een soort van regels en wetten bij een hooligan firm / groep. F-site in dit geval, dat je toch jezelf wel moest bewijzen dat je niet zomaar bij kwam. En dat ze zeker geen meelopers accepteren. Nou, hoe moest je dan gaan bewijzen? Door altijd vooraan te staan met relletjes. En bij knokpartijen dat je wel gezien wordt en dat jij niet weg gaat lopen. Zullen we met z'n allen gaan staan en de koning der koning uitnodigen? Hij is natuurlijk al hier, maar laten we excited zijn. In dezelfde tijd kwam ik ook in aanraking met kickboksen. Ik woonde natuurlijk nog in Nijverdal en dat was niet zomaar een kickbokstrainer waar ik les van kreeg, maar daar mijn vader ook les van gehad. Dat was Jan Wessels, voormalig wereldkampioen, meervoudig wereldkampioen. En zoals ik al zei, ik wil altijd het allerbeste, ook voor mezelf wil ik wel helemaal voor gaan. Dus ik kreeg gauw de smaak te pakken, dus begon fanatiek te trainen. Ik heb ook wedstrijden gevochten onder Jan Wessels, onder Bully's Gym Arnhem. En zo is het balletje eigenlijk gaan rollen, de aanraking met het kickboksen. Als jij jouw tegenstander niet goed kent, de gevaarlijke speerpunten om maar zo te zeggen, dan kun je geheid zeggen dat je de wedstrijd gaat verliezen. Maar als jij er voorbereid bent van hoe die te werk gaat, je vijand, dan kun je het ook weer aan, hè? 23 jaar terug, toen ik in een duister seizoen was van mijn leven, dat ik niet eigenlijk wist van waar ik met mijn leven eigenlijk naartoe moest gaan. Dat ik in de tijd toen ik ook in het geweld zat en ook met het hooliganisme zat, ging focussen op het Molukse gedeelte. Het Molukse gedeelte, occulte gedeelte, de Molukse cultuur, Molukse tradities. Dat ik eigenlijk in het bovennatuurlijke terecht kwam. En daar ging ik me in verdiepen. En wat eigenlijk resulteerde dat ik ook psychische problemen kreeg. Dus ik kwam echt in een intense depressie. Ik vergelijk het altijd een beetje. Ik heb nou een jong hondje, een puppy. En het maakt niet uit wat voor gemoedstoestand ik ben. Maar hij is altijd blij. En zo moeten we ook zijn als christenen, toch? Als we het licht van de wereld willen zijn en het zouden aarden. En op een gegeven moment zei die vriend van mij van, weet je wat jij moet doen? Je moet je leven aan Jezus geven. Ik zeg, goed, maar wat houdt het precies in? En ik had destijds ook, ik was zo aan het verdiepen in die occulte machten en krachten in de Molukse tradities, dat ik ook zwarte kunst beoefende. En hij zei, allereerst moet je de boeken en die spreuken moet je gaan verbranden. Maar die stemmen, wat ik ervaar in de depressie, ging niet weg. En toen zei hij op een gegeven moment van, wij gaan wat zwaarder geschut inschakelen. Dan nodig ik de voorganger uit van de kerk waar ik naartoe ga. Om voor jou te bidden, zodat jij geen last meer hebt van die stemmen en van die schimmen in je huis. Dus uiteindelijk kwam die voorganger in mijn huis. En hij zei van, Gideon, zullen wij voor jou bidden? Ik zeg, ja, graag. En op een gegeven moment zei hij de volgende woorden, wat ik nooit mijn hele leven weer vergeet. Hij zei, dank u wel, Heilige Geest, dat u Gideon het aanraken. En hij legde zijn hand op mijn borst, op deze manier. En ik kreeg op een gegeven moment echt een knal van rust en vrede en van licht. Het was zo overwhelming en zo intens dat ik niet eens meer kon blijven zitten. Dat ik gewoon op mijn zij viel. En dat op een gegeven moment echt een ervaring van bevrijding kreeg. Waarom zeg ik dat? Omdat ik het zelf heb meegemaakt. Omdat mijn moeder 3 maanden geleden zo just like that is overleden. Zo naar de Heere thuis gehad. En daarvoor wil ik ook tegen jullie zeggen vandaag. Make every moment count.
En op een gegeven moment wist ik gewoon van, wauw, wat ik nu heb meegemaakt is echt bovennatuurlijk. Ik eigenlijk best wel vreemd, want ik geloofde wel in die occulte macht en kracht en de zwarte kunst wat ik destijds beoefende. Maar niet zozeer in het geloof. En toen ben ik zelf research gaan doen van ja, hoe zit dat eigenlijk in de Bijbel? Want nu heb ik het zo heb meegemaakt, bestaat er gewoon een hemel, bestaat er gewoon een hel. En toen ik begon te lezen in het Nieuwe Testament, vanuit Matthäus meteen al in het begin, zag ik gewoon dat Jezus niet anders deed dan boze geesten uitdrijven, zieken genezen, mensen uit de dood opwekken. En uiteindelijk ben ik dat zo in gaan verdiepen, dat eigenlijk mijn geloofsovertuiging is geworden. En dan praat ik echt over 23 jaar terug. Ik heb meegemaakt, die bijna doodervaring, dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. En het is pas te laat als je laatste levensadem uitlaat. Sinds 3 jaar geleden ben ik mijn eigen gemeente begonnen, omdat ik zo excited was over het geloof. Dus los van het feit dat mensen genezen werden, is het allerbelangrijkste dat ik hun vertel over Jezus. Dat het geloof dat het houvast is in het hele leven, dat het doel eigenlijk van Jezus is. Wat in 1 Petrus 1 vers 9 staat, dat is gered worden, dat er leven is na de dood. En dat ik zeg maar een representative ben, of eigenlijk een kind van Jezus die het evangelie moet verkondigen dat er meer is dan alleen het leven van hun leven. Ik draag mijn christenschap uit door voor mensen te bidden, door voor mensen soms ook gewoon een luisterend oor te zijn, niet meteen met de Bijbel op hun hoofd te slaan van als je je leven niet aan Jezus geeft, kom je in de hel. Maar gewoon over de liefde te gaan te vertellen om hen te helpen met de problemen waar ze mee zitten en dat Jezus de oplossing is voor alles.